Goedenavond. Enkele opklaringen en droog bij een graad of 8. Dit is het TV-West nieuws van maandag 6 januari. Ik ben Marcel van der Eng. Een felle brand heeft de brandweerkazerne op het Kaag-eiland in de as gelegd. Twee gezinnen moesten afgelopen nacht hun huis uit. Ze werden opgevangen in een hotel. Eén brandweerwagen in de kazerne ging verloren. Blusvoertuigen moesten om Kaag te bereiken met de veerpont oversteken. Op het moment dat de brand in Kaag uitbrak, was er niemand in het pand aanwezig. Wel hebben vier medewerkers van de brandweer rook ingeademd toen ze materieel in veiligheid wilden brengen. Er is één voertuig is in vlammen opgegaan en het pand is zwaar beschadigd. De grootste zorg die we hadden, dat was het aangrenzende pand. Dat was Royal van Lent, dat is de jachtenbouw. De angst was dat het eventueel zou overslaan. Dat is gelukkig uitgebleven. Ook werd gevreesd voor gasflessen in een depot naast de kazerne. Maar die konden snel in veiligheid worden gebracht. Wij hoorden hele harde knallen en mijn man zit zelf bij de brandweer. En die dacht van, hé, mijn pieper is niet gegaan. Maar waarschijnlijk door de kortsluiting is de pieper niet afgegaan. Dus die is heel snel toch naar de overkant gegaan met het pontje en gaan kijken wat er aan de hand was. Ik lag in mijn bed en ik hoorde eerst de brandweerauto en toen vier knallen. Maar er liggen natuurlijk luchtflessen binnen, dus ik denk dat die geknapt zijn. De brandweer roept publiek en pers op om niet naar het eiland te komen. De pont kan op die manier voor hulpverlening worden gebruikt. Om 2:30 vannacht gaat de pieper dan ook van de vrijwillige brandweerman Johan van Ruiten. Aanvankelijk denkt hij dat er een klein brandje is bij Royal van Lent. Maar als hij een paar minuten later als eerste bij is, blijkt het zijn eigen kazerne te zijn. Ik was de eerste die was bij de kazerne. Deed ik de deur open en er stond echt. Je kon de brandweerauto niet zien staan, want het stond helemaal vol met rook eigenlijk. Echt helemaal vol. Ja, dan kon je even een half minuutje voor de deur blijven staan. En, die deur stikt hier gewoon van de rook eigenlijk, zeg maar. Dus, daar sta je dan, met lege handen als brandweerman. Je bluswagen waarmee je zou willen blussen, staat in brand. Dat voelt niet fijn. Ja, een beetje machteloos. Ja, normaal gesproken hoop je zelf een brand te kunnen blussen. En wat ik al vertelde, bij ons gebeurt het eigenlijk bijna tot nooit, zeg maar. En dan heb je iets en dan sta je echt van, je kan niks doen, want al die spullen staan in de brand eigenlijk. Ja, dat is echt het holy shit scenario, hoe wij dat zeg maar noemen. Dus, ja. Er stonden dus gasflessen in de buurt van de kazerne. Is het dorp eigenlijk door het oog van de naald gekropen? Er stond echt een goede wind, zeg maar. De wind stond echt van het pand af, zeg maar. Dat is echt de redding geweest. Als je dat niet zou hebben, zou er best wel wat meer aan de hand kunnen zijn, zeg maar. Maar de kans dan is altijd aanwezig, zeg maar. Maar goed, we merkten dat de collega's gauw met goed materieel te plaatsen is, zeg maar. We hebben goed de brand kunnen blussen, dus. Het Zuiderparkstadion in Den Haag gaat nu toch echt tot het verleden behoren. Vandaag reden de eerste machines van een sloopbedrijf het Zuiderpark in. Eerst wordt er asbest weggehaald, daarna gaat de tribune definitief plat. Ook het laatste stukje Zuiderparkstadion ontkomt niet meer aan de sloophamer. Trouwe ADO-fans komen nog één keer kijken. De een denkt met weemoed terug en de ander is blij dat het oude stadion wordt gesloopt. Ja, goed dat het weggaat, zeker. Kijk er maar naar. Het ziet er niet meer uit. Het is niet meer functioneel. We kunnen er niks mee. Ja, de weemoed, de sfeer. Er was hier altijd sfeer. Of we nou in de Eredivisie voetbalden of in de Eerste Divisie. De sfeer was hier en dat mis ik toch wel in het nieuwe stadion. Ja, goed, er zijn nieuwe tijden en het is niet anders. 82 jaar voetbalhistorie laat ADO achter in het Zuiderpark. Fans hebben dan ook tal van herinneringen. Mijn eerste herinnering is 2 januari, een dag in 63, dat ik eerst met mijn vader hier de eerste wedstrijd heb gezien tegen Ajax toevallig. Die we wel met 1-0 wonnen. En vanaf dat moment ben ik bijna iedere thuiswedstrijd hier geweest. De herinnering die ik zelf heb aan het stadion is toch wel het seizoen dat wij met 1-0 wonnen van Barcelona voor de Residentie Cup. Door een vrije trap, in ieder geval een doelpunt van Maurice Stijn. Het enige wat de supporters vandaag nog restte, was foto's maken van het laatste stukje tribune. Voor deze definitief tot de geschiedenis behoort. Als die mogelijkheid er is om op de tribune te staan, zou ik er zeker gebruik van maken. Al is het maar om vanaf de tribune ook nog wat foto's te maken om een leuk beeld te krijgen van hoe het stadion geweest is.
Bij een steekpartij in Den Haag is een 17-jarig meisje uit Den Horen gewond geraakt. Dat gebeurde aan het eind van de middag op het kruispunt van de Lange Beestenmarkt met het Hoge Zand in het centrum van de stad. Korte tijd later hebben politiemensen in de buurt een 20-jarige Hagenaar aangehouden die ervan wordt verdacht de dader te zijn. Het is nog onbekend wat de aanleiding was voor de steekpartij. Het meisje heeft een steekwond in haar nek. Ze is buiten levensgevaar. Het bestuur van het Islamitisch Centrum Zoetermeer, ICZ, heeft aan de gemeente uitstel gevraagd over de aankoop van een stuk grond aan de Olof Palmelaan. Op die plek zou een moskee moeten komen. Het college van burgemeester en wethouders van Zoetermeer besluit morgen of er uitstel komt. ICZ kreeg het stuk grond aan de Olof Palmelaan in de wijk Oosterheem in november van de gemeente aangeboden. De ADO-slijterij in Den Haag heet voortaan de ADA-slijterij. De naamsverandering is nodig omdat de naam ADO-slijterij een inbreuk blijkt te zijn op het merkrecht van voetbalclub ADO Den Haag. De groen-gele ADO-kleuren van de winkels zijn inmiddels vervangen door de kleur rood. De ADA-slijterij vindt het jammer dat de naamsverandering nodig is. De oever van de Gouwe is zo lek als een mandje. Zo erg zelfs dat de bewoners van de voorkade in Boskoop alleen met natte voeten door hun kelders en souterrains kunnen lopen. Eind dit jaar neemt de provincie Zuid-Holland de oever onder handen. Maar tot die tijd zitten de bewoners in de nattigheid. Het blijft gewoon vochtig. Die muren krijg je niet droog. Wat we ook doen, ja, we weten ook niet meer wat we eraan moeten doen. We hebben echt alles gedaan wat in ons vermogen ligt. Rien en Jannie van Gemeren, ze zijn een van de vele families die kampen met wateroverlast door de Gouwe. Sinds een aantal jaren wordt de rivier met grote regelmaat bevaren door gigacontainerschepen. Die zorgen ervoor dat de druk op de kade zo groot wordt dat de kade het water niet meer kan tegenhouden. Die schepen die hebben een dusdanige grootte en dat er, ja, er is ontzettend veel druk op die oever. Ja, en daardoor is het probleem ook wel toegenomen. De kade is inmiddels zo lek als een mandje, met alle gevolgen van dien. En dan sijpelt het water gewoon in de kast naar binnen. We hebben zelfs gehad dat we met een waterstofzuiger het water weg moesten zuigen. Het huis staat gewoon in het water. Kijk, want hier komt het. Dit heeft die pas ook weer helemaal leeggemaakt en opgevuld. Maar je ziet wat er weer doorkomt nu, hè. Je houdt het gewoon niet tegen. Volgens de provincie voldoet de kade niet meer aan de veiligheids- en kwaliteitseisen. Eind dit jaar gaan ze de kade opknappen en dat wordt tijd. Ik denk dat die gewoon poreus is en dat een beetje het probleem is. En ja, dan gaat het mondjesmaat zoekt het laagste punt en dat zijn onze huizen. En ook familie Hermanet kon het water niet meer tegenhouden. Ik had een kelder, maar die stond eigenlijk van 1,70 meter diep. En die stond denk ik toch wel 40, 50 centimeter water in. Dus daar heb ik er maar voor gekozen om hem dicht te gooien. Bewoners zijn bang dat bij de werkzaamheden eind dit jaar scheuren en verzakkingen zullen ontstaan. Maar toch blijven ze optimistisch, want slechter dan het nu is, dat kan haast niet. Dus wij hopen als die damwanden erin zitten, dan dat het allemaal droger gaat worden. Daar hopen we maar op. En dan verder met sportnieuws. ADO Den Haag bivakkeert momenteel in het Spaanse Estepona. De Haagse club heeft daar haar tenten opgeslagen voor een trainingskamp van 5 dagen. Verslaggever Jim van der Deil is voor ons daar in Spanje. Jim, hoe is het daar in Estepona? Ja, het begint een beetje vertrouwd te worden hier in Estepona. Het is de 4e keer dat ADO Den Haag hier neerstrijkt, ook hier achter me. En hier gaan ze dan een 6-daagse trainingskamp doen, die gisteren al begonnen is. Om 11 uur trainen de ploeg in het Kyocera stadion. Daarna ging de selectie met de bus naar Rotterdam, die Heek Airport, waarin gecheckt werd. En gisteravond om 19:30 kwam de ploeg aan in Malaga. Busreis van 40 minuten, dan kom je hier in Estepona. En achter me nu de eerste training, die volledig in het teken staat van de eerste competitiewedstrijd straks tegen NEC. Dat moet toch ook. Op NEC, maar op een hele zware maand met NEC, Feyenoord, Heerenveen uit, Roda uit. Dus daar ligt de focus op. Maar het belangrijkste is NEC thuis. Dus daar zijn we vanaf afgelopen donderdag mee bezig. Vandaar dat we ook gewoon eerder begonnen zijn. Lang bij elkaar. En ik moet zeggen, de eerste 2 trainingsdagen zijn in Den Haag perfect verlopen. En de wedstrijd tegen NEC wordt op zondag 19 januari om 12:30 gespeeld. Dat is de eerste wedstrijd voor ADO Den Haag van de tweede seizoenshelft.
Wat doet ADO Den Haag verder deze week? Nou, ze spelen 2 oefenwedstrijden. 1 tegen Preuser Münster, een ploeg uit Duitsland. Die jongens rijden nu voorbij, want die trainen namelijk hierachter bij ADO Den Haag. Die wedstrijd wordt ook hier gespeeld op het veld. En die andere wedstrijd is donderdag tegen KV Oostende. En dit is de selectie van Preuser Münster. Nu zwaaien ze nog vriendelijk, maar ik ben benieuwd hoe dat morgen zal zijn. Wie is de winnaar van de 6,6 miljoen euro in de oudejaarsloterij? Het is de vraag die veel mensen in het Westland bezighoudt. Vermoedelijk een Westlander kocht het winnende oudejaarslot bij Primera Brekelmans in 's-Gravenzande. En aangezien de staatsloterij nooit de identiteit van de winnaar bekend maakt, gingen we zelf maar op onderzoek uit. Is deze het? Of deze? Of misschien wel deze man? Een zoektocht naar de miljonair is nog niet zo makkelijk. Man, ik weet niet waar je het over hebt. De winnaar waarvan? De winnaar van de 6,6 miljoen euro. Nee, heb ik niet gewonnen. Nee. Heeft u hem of haar al ontmoet? Al 52 jaar dezelfde, joh. Ik zoek de winnaar van de 6,6 miljoen euro. Nee, helaas. Nee? Nee. En u, meneer? Nee, helaas. We hebben bij een verkeerde winkel ingekocht. Ook de verkoper van het winnende lot zegt nog steeds niet te weten wie de gelukkige winnaar is. Nee, die is anoniem en die heeft zich niet gemeld bij mij. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje prettig dat ik het niet weet, want dan kan ik het ook niet verklappen. Maar u vermoedt wel dat iemand hier uit de buurt is? Ja, want ik heb heel veel vaste klanten, dus ik verwacht wel dat een Westlander miljonair is hier in het dorp. Ja. Ik hoop dat ik hem tegenkom, want ik heb hem even hard nodig. De inwoners van 's-Gravenzande lijken de winnaar zijn of haar miljoenen te gunnen. Ik gun het hem. Ja, we weten niet wat voor persoon het is. Tegen een hoop faillissement. Komt misschien wel een pas bij hem. Ik vind het heel leuk dat hij hem gewonnen heeft. Of hij of zij. Want ik gun het hem gewoon. Als je meedoet, kan je winnen. En ik vind ook, tot als je zegt van joh, ik wil anoniem blijven, vind ik het heel prima. Tja, en wat doe je dan eigenlijk met zoveel geld? Koop je sieraden, ga je op reis of wordt het een nieuw huis? Ik ben nu aan het afstuderen, dus ik hoop na mijn afstuderen dan lekker te gaan reizen. Dus dat zou ik met mijn 6,5 miljoen gaan doen eigenlijk. Ik denk aan de kinderen geven. Die hebben... Alles aan de kinderen geven? Ja. Hypotheek aflossen en voor de rest heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Ja, als je zoveel geld wint, dan kan je natuurlijk een mooie wereldreis gaan maken of een nieuw huis kopen. Ja, ik zou gaan voor een mooie nieuwe auto. 6,6 miljoen euro, kan ik daar een beetje een aardig autootje hier verkopen? Ik denk het wel. Ik heb diverse soorten en smaken staan, dus ik zou zeggen loop even mee. Ik heb in de jaren 70 Lincoln Towncar staan. Ik heb hier een uit de jaren 2000 Ford GT sportauto staan. En ik heb hier een hele luxe jaren 80 Rolls Royce staan. Nu heb ik zelf natuurlijk geen 6,6 miljoen euro, maar heeft u misschien ook nog iets in mijn prijsklasse? Ja, dat heb ik dan wel, maar dat staat daar in de hoek, een witte. Ja. Afgelopen zomer hadden we al de West Zomersafari, waarbij verslaggevers met een vrije opdracht de regio ingaan. De safari is nu helemaal terug. Deze week zijn onze verslaggevers Anita Jansen en Marjolein van den Berg op pad in de gemeente Leidschendam-Voorburg. En omdat het zo ontzettend lekker weer is, beginnen ze buiten, in recreatiegebied Vlietland. De zon schijnt, de temperatuur is goed. Een heerlijke dag om erop uit te trekken. Het lijkt wel lente in de winter. En, wil het een beetje lukken? Nee, vandaag niet. Maar dan genieten we maar van het mooie weer, hè. Aan de overkant, daar staat uw broer. Die staat wel heel erg dik ingepakt, hè? Ja, die ken je zo goed tegen de kou. Nou, hij is te klein. Want als ik buk, doet hij zeer. Dit is geloof ik 8 of 9 keer XL, maar hij zit voor geen meter. Ik ben zo gefascineerd door uw oorbellen. Hoeveel heeft u erin? 7, 4 en 3. Ik ben er eentje kwijt, zo waren het er 8. Goedemorgen. Oh. Mag ik een klein stukje met u meerijden? Goed, ja. Oh, zeg je? Ja, we zitten. Die heeft er echt zin in, hè? Maar die vindt mensen dan ineens soms nog wel eng. Sommigen die zeggen ook van, nou, het is dom dat je alleen gaat. Maar ja, dat is dan... toch ook wel het vertrouwen wat je in je paard hebt. En dan denk ik, als hij er vandoor gaat, ja, dan kan je met z'n tweeën op die wagen zitten, maar dan doe je ook niks. Het gerucht gaat dat de Amerikaanse smint is gesignaleerd bij Vogelplas Starrevaart.
Dus de vogelaars zijn in rep en roer. Het is dringend geblazen hier zo, als je wat vogeltjes wil zien bij Vlietlanden. Wat ziet u nou op dit moment? Nou, er zitten heel veel smieten op het ogenblik. En er zitten wat kuiveen ertussen en een paar brilduikers en een paar pijlstaarten. Heb je de Amerikaanse smiet nog te pakken gekregen? Hij heeft nog niet gebeld. Oh. Toch wat beter opletten, want... Links het mannetje en rechts het vrouwtje. Potverdorie. Hoor je dat, Casper? Toch nog even wat beter loeren. Ja, hij is wel gezien vanochtend. Wij gaan morgen weer kijken. Dag, Casper. Dag, jongen. Een bijzondere dag voor de ruim 2000 bewoners van het dorpje Langeraar in de gemeente Nieuwkoop. Na 20 jaar zijn ze vandaag voor het eerst te bereiken met het openbaar vervoer. Er rijdt weer een bus door het dorp. Gefeliciteerd. Met wat? De bus. Oh, dank je. Hoe lang geleden was het eigenlijk dat er hier een bus reed? Nou, voordat ik geboren was. Dus dat was 20 jaar geleden. Ja, voor het eerst in 20 jaar rijdt er weer een bus door Langeraar. Bus 184 van en naar Alphen aan de Rijn. Hier hebben de mensen lang gewacht volgens mij. Het dorp was te klein en er was te weinig belangstelling van bewoners en busmaatschappijen. Nou, het was wel heel irritant. Je moest altijd eerst naar Rijsterwoude fietsen of hier naar Teraar. En dan duurde het wel een hele tijd voordat je überhaupt ergens was. Het was een beetje onbereikbaar allemaal. Ja, dat is voor mijn nieuw officier, hè? Dus het is even kijken hoe alles in elkaar zit, zeg maar. Dus even rustig aan de eerste ronde. En nu is Langeraar met zijn 2000 inwoners nog geen Parijs, maar toch nog groot genoeg om in aanmerking te komen voor een bushalte. Twee zelfs. Ja, dat is een kwestie ook van een goede lobby geweest. Goede ondersteuning hier vanuit het dorp zelf. Er is een dorpsraad actief voor Papenveer en Langeraar. En die dorpsraad heeft ook een steentje aan bijgedragen dat Langeraar op de kaart is gezet. Nou, aan de ene kant viel het wel mee, maar het is wel rot als het sneeuwt of zo. En dan dat je eerst nog naar de driesprong moet fietsen en nu kan ik gewoon lopend naar de bushalte. Dus dat is wel makkelijk. Is dit nodig? Dat zullen we zien in de toekomst. Ik hoop dat het lekker druk wordt. Gezien de animo op de eerste dag is het duidelijk, de mensen in Langeraar moeten er nog aan wennen. En dan het uitgebreide weer met onze weerman Huub Misee. Evenals voor mijn vakantie hebben we deze dagen te maken met licht wisselvallig weer, maar de temperaturen zijn wel aanmerkelijk hoger. Ook het afgelopen weekend was dat eigenlijk al het geval en soms hebben we met dit weerbeeld ook wel eens bijzondere wolken. Ja, zoals gisterenmiddag al te zien was in Scheveningen, zoals op de foto hier te zien. Eigenlijk was dit al een voorbode van het zachtere weer dat we vandaag kregen. De overgang naar het weer, dat was afgelopen nacht toen het front passeerde en vanmorgen vroeg met wat lichte regen en motregen. Maar in de loop van de dag kregen we opklaringen, hier en daar een buitje. En vanmiddag, zoals nu met die zon erbij, was de temperatuur tot 14 graden opgelopen. En het is wel de hoogste temperatuur die we hier in Zuid-Holland hebben gemeten begin januari, althans op de meeste plaatsen in ieder geval. Voorlopig blijft het ook zacht. Dat merken we ook de komende nacht. De afwisseling die we dan hebben met wolkenvelden en opklaringen levert in het algemeen droog weer op. Nog wel met een behoorlijk krachtige zuidwestenwind. Langs de kust zelfs af en toe hard, windkracht 7. En het wordt daarbij niet kouder dan 8 graden. En morgen opnieuw een afwisseling van wolkenvelden, opklaringen. Misschien hier en daar een buitje, dat zou kunnen. En ook morgen nog diezelfde zuidwestenwind die vrij krachtig is, aan de kust krachtig tot hard. En morgen een temperatuur van om en nabij de 11 graden. Op woensdag zal de wind wat afnemen en verder verandert er niet zo heel veel. Het blijft ook dan droog met nu en dan zon en een temperatuur die dan uitkomt op ongeveer 10 graden. En tot zover het TVWest nieuws. Al het nieuws en de achtergronden daarbij leest u natuurlijk op onze website omroepwest.nl. Daar is ook de app te downloaden voor de mobiele telefoons en de tablets. Nog een hele mooie avond.